U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Plaza. Er is vandaag een enorme plons aan regen gevallen, dat zagen we in de regenmeters. Dat zagen we ook wel op de radarbeelden. Die lieten namelijk veel neerslag boven Nederland zien. En Die neerslag kwam vanuit Duitsland onze kant op en tolde eigenlijk een beetje rond. Lage drukgebied wat er hiervoor verantwoordelijk is, heeft niet alleen regen bij zich, maar uiteraard ook bewolking. Satellietfoto laat zien dat de wolken zich uitstrekken over grote delen van Duitsland, de Benelux en het noorden van Frankrijk. En als we de beweging zien, dan kunnen we concluderen dat er voorlopig ook nog niet echt een einde aan zit te komen. Het blijft vooralsnog bewolkt met slechts sporadisch en enkele opklaring. misschien vanavond in het zuiden, waar het ook even wat droger wordt. De neerslagintensiteit neemt in elk geval flink af. Temperaturen dalen vanavond naar een graad of 15 in de nacht, minimumtemperaturen van zo'n 12 graden lokaal tot op de meeste plaatsen toch al snel een graad of 14. Het blijft in het algemeen bewolkt en er blijft ook nog steeds kans op wat regen. En morgenochtend gaat die regen alleen maar weer activeren. De meeste neerslag valt in het midden en vooral in het zuiden van het land waar de temperatuur achterblijft, 15 tot 18 graden wordt het slechts. In het noorden van het land stroomt warme lucht binnen. 21, plaatselijk zelfs nog wat hogere temperaturen. En eh, daarbij gaan er buien vallen, waarbij er ook kans is op onweer. Ja, en die onweerskans zien we ook de dagen daarna terug en dan op steeds meer plaatsen in ons land. Donderdag geregeld zon. Maar ook een aantal stevige buien met onweerskansen. Temperatuur al in de buurt van de 25 graden. En vrijdag en zaterdag komen we daar soms zelfs net iets boven. Vrijdag lijkt de buienkans wat mee te vallen. Zaterdag kan het hier en daar weer onweren. En wat doet de temperatuur dan de dagen daarna? We zien die flinke stijging op de donderdag. En daarna eh, langzaam, misschien eventjes iets dalend. Maar in het algemeen blijft het toch redelijk zomers. Met temperaturen die minimaal dik boven de 20 graden komen. En soms zelfs in de buurt van de 25 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.